Manon Bakker uit Zwifterband is als tweede geëindigd bij het NK veldrijden voor belofte. Voor renners dus onder de 23 jaar. Maar helemaal tevreden was ze niet. Ofwel, Manon Bakker? Nee, niet echt. Ik miste mijn start en ja, toen werd het een lastige wedstrijd. Ik kon al redelijk terugkomen, maar ik heb het wiel van Inga nooit echt gezien. En dan is dat lastig om de overwinning nog te halen. En ja, de balken kon springen waar ik nog wel iets terugpakte, maar het was niet genoeg om erbij te komen. Inga van der Heijden is eerste. Aniek van Alphen zit achter je. Heb je die lang gevoeld? Nou, vooral door de speaker vond ik. Ja, die ging het echt een beetje oprakelen, hè? Hij maakte het echt heel spannend en dan keek hij door de zigzag en dacht ik, maar zo dichtbij is het er allemaal niet. En toen in één keer was het 6 seconden, dacht ik, oh, dat is wel echt heel dichtbij. En toen begon wel een klein beetje paniek te komen, maar ik ben ondertussen wel zo geleerd dat ik weet hoe het spelletje werkt. En ja, als ze maar niet dichter dan 6 seconden komt, dan is het goed. En het tempo gaat omhoog, komt terug op 5 seconden. Als het houdt je tijdens de wedstrijd wel bezig, dat hoor je wel, krijg je wel mee. Ja, zeker omdat je nu... Ja, in normale wedstrijden rijden er meer dames, dus heb je meer strijd met elkaar. En de verschillen lagen nu al aardig vast. Ja, na 2 rondjes wist ik wel dat ik niet meer bij Inga ging komen. En had ik niet verwacht dat Aniek nog zo dichtbij zou komen. Dus ja, dan word je misschien een beetje in slaap gebracht. En zeker als je al niet super goede benen hebt. En dan ja, moet je toch wel opletten aan het einde dat je het niet uit je handen laat glippen. Toch even weer naar dat startje van je. Ja, dan ging het weer mis, hè? Het gaat altijd mis tegenwoordig. Ja, ik denk dat ik daar in de zomer echt wel een werk aan ga hebben. Ik ben er echt druk mee bezig, maar het lukt niet zoals ik graag zou willen. Gelukkig kon ik het nog wel goed maken, maar ja, het kost wel energie wat eigenlijk overbodig weggegooid is. Wat legt dat eens uit voor de Flevolanders? Ja, ze zien je starten, maar wat gaat daar nou fout? Ik trek gewoon niet snel genoeg op. Vandaag zat ik ook niet direct in mijn pedaal, maar dat is op zich nog geen ramp. Maar daarna het optrekken, ik trek gewoon niet snel genoeg op. Ik ben niet echt explosief, ik moet meer van mijn duurvermogen hebben. Waardoor ik dus ja, dan achteraan te komen. En als je in het gedrang komt, dan is het snel dat je een plek of 2 kwijtraakt. Als je eventjes moet remmen of zo. En ja, dat gebeurde er. Nummer 2 bij de belofte vrouwen. Het zilver voor Manon Bakker.